Niet ver van camping Castanov in St. Joachim in Pongau ligt een van de mooiste en drugsbezochte natuurmonumenten van het Salzburger Land. De Liechtensteinklam. Tot ver in de 19e eeuw was de kloof nog ontoegankelijk. Een handvol leden van de Pongauer Alpenvereniging startte in 1875 met het begaanbaar maken, maar kwam in geldnood voor het werk af was. Ze wenden zich tot vorst Johan II von und zu Liechtenstein, die in Großhadel een jachtgebied bezat, en met zijn bijdrage van 600 gulden werd het werk in 1876 voltooid en kreeg de kloof definitief zijn naam. Aan de kloof is ook een legende verbonden. De smid in Plankenau had zijn kreupele dochter aan de duivel beloofd, als die ervoor zou zorgen dat het gezonde en heilzame gasteiland bronwater tot aan zijn voordeur zou reiken. Voorwaarde was dat de duivel klaar moest zijn voor het eerste hanengekraai de volgende morgen. De vrouw van de smid, bekend als listige heks, kreeg lucht van de afspraak. Ze dompelde in de nacht de haan in de watertrog, waardoor deze begon te kraaien. De duivel, die net met de warme bron boven de kloof vloog, stelde bitter vast dat hij te laat was. Het warme, heilzame bronwater kon hierdoor nooit meer door mensen worden benut.